Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 23 december 2015. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag is er bijzonder weinig tijd voor de uitzending door uitlopende planning, waardoor ik pas vrij laat mijn boodschappen kon doen. Ik was daardoor wel even portabel in de lucht. Hoogstwaarschijnlijk daardoor geen Contestia dit keer. We doen het relaxed aan en wel zijn er aan het eind van de uitzending 3 korte stukjes tekst in de chatmode, het chatprotocol EX-chat. Instellingen voor EX-chat zijn net als gisteren, of is net als gisteren 22 baud. Dat is het enige wat je bij de EX-chat client hoeft in te stellen. Je hoeft verder niks te doen, maar vergeet die 22 baud niet. Verder kun je ook FL-Digi gebruiken. Je moet dan ook 22 baud gebruiken. En de centrale frequentie is dan 1250 hertz in FL-Digi. Dus QoS hoef je eigenlijk niet te gebruiken nu, omdat bekend is waar aan het eind van de uitzending het stukje EX-chat zal beginnen. Ja, en toen was er gisteren vlak voor de uitzending dus ineens PI3 UTF terug in de lucht. Verwacht werd dat het weken kon duren voordat het zover was. Sommige mensen die doorgaans goed op de hoogte zijn, spraken zelfs van maanden. Maar het werd dus anderhalve week. En er is meer nieuws. De achtergrond, voor wie het niet gevolgd heeft, al bijna een jaar was bekend dat de systemen die in de Gebrandi-toren op 220 meter hoog stonden, daar niet konden blijven. Om anderhalf week geleden, nou niet om, maar ongeveer anderhalve week geleden, werd daarom het centrale deel van een aantal repeaters dat zich ook op 220 meter hoog bevond uitgeschakeld. Net als de repeaters die van dat platform afhankelijk waren, het platform in het kraaiennest op 220 meter hoog. In de Gebrandi-toren wordt keihard gewerkt om verschillende systemen weer in de lucht te krijgen, zo schrijft hobbyscoop.nl. Ja, dat blijkt, dat is heel aardig gelukt. De 19-inch racks blijken echter helemaal al voorbereid te zijn. En op foto's op hobbyscoop.nl is te zien dat het een hele rij betreft. Er zijn meer foto's van de repeater daar te bekijken, van de systemen. De racks zijn nu allemaal van de nodige veiligheid voorzien door de vereffening aan te sluiten. Verder zijn er 3 stroomgroepen aangesloten in de racks. En er zijn een 5-tal PDU's ingeschakeld, zodat er ongeveer 80 bestuurbare netaansluitingen beschikbaar zijn gekomen. Belangrijk is dat gisteren de LAN-verbinding weer is opgezet. Daarmee kon op dat moment dus ook de eerste technologie weer in gebruik genomen worden. Veel sneller dan gedacht dus, is dankzij die LAN-verbinding en de verhuizing van de server van de bovenregionale repeater PI3 UTR weer geactiveerd. De relaisgroep tekent daarbij wel aan dat de server in IJsselstein dient als het hart van de repeater. En deze zorgt ervoor dat de zenders in Hilversum en Goes weer in bedrijf zijn. Momenteel zendt Hilversum nog uit met een niet rondstralende antenne richting Noordwest. Maar de komende dagen zal die tijdelijk omschakelen naar een van de rondstraalantennes die in Hilversum ook beschikbaar zijn. Het opnieuw in de lucht brengen van PI3 UTR is voor het team rond de repeaters natuurlijk een symbolisch moment, een mijlpaal. Het motiveert in elk geval alle betrokkenen om flink verder te bouwen aan de nieuwe systemen, zo schrijft hobbyscoop.nl. De relaisgroep hoopt binnen ongeveer een maand ook de oorspronkelijke antennes in IJsselstein weer te kunnen gaan gebruiken. Dat wil zeggen, onder strikt voorbehoud. De groep is afhankelijk van externe factoren voor het opnieuw in gebruik nemen van de voedingslijnen in de stalen buismast van 100 naar 220 meter hoog in de Gebrandi-toren. Maar er is nog meer nieuws, want het team in Kampen is de afgelopen dagen ook druk geweest om het functioneren van de repeaters daar te verbeteren. Hier bleek dat bij het inschakelen van FM-repeater in Kampen, PI2KMP, enige terugwerking ontstond, met name op PI2NON. Dennis PA4DEN en Herman PD0HF hebben een extra filter geplaatst om deze problemen te verhelpen. Voor wat betreft PI2NOS, die net als iedereen gemerkt heeft bij dit alles gewoon blijft werken, bleek vrijwel onmiddellijk dat het uitschakelen van de cabine in IJsselstein van grote invloed was op de ontvangst van PI2NOS, met name in het gebied ten zuiden van IJsselstein. De afgelopen dagen heeft de relaisgroep daarom versneld gewerkt aan het nieuws beschikbaar maken van deze antenne. De ontvanger staat inmiddels op de 20e verdieping in de nieuwe REX bovenop de PI3 UTR server. Er staat een foto op hobbyscoop.nl. Het zal duidelijk zijn dat voor deze ontvanger inmiddels gebruik wordt gemaakt van een voedingslijn die maar liefst 160 meter lang is. Joost PNRMN, Paul PNRJV, Gerrit PNRJZ, Vincent PNRKM en Misha PANOKZ hebben gisteren, dinsdag dus, de werkzaamheden kunnen uitvoeren die hebben geleid tot het opnieuw in gebruik nemen van deze hoge antenne. Met het beschikbaar komen van de antenne op 220 meter is daarmee ook de 70 centimeter WebSDR PI3 UTR weer geactiveerd.
Een ander nieuwtje is dat het Duitse relais in Emden met de ingang tot nu toe op dezelfde frequentie als per I2NOS sinds dinsdag op een andere frequentie werkt. Dit alles voor de duur van een testperiode tot eind januari 2016. Dat betekent dat, hoewel de eerste resultaten positief zijn, deze verhuizing dus nog niet zeker is. Maar vanwege deze verhuizing is ook de ontvanger in Groningen nu weer ingeschakeld en werken de ontvangers in het noorden nu dus ook weer zonder CTCSS. De relaisgroep bedankt verder op de site uitgebreid alle donateurs voor de relaissystemen. Er is gelukkig flink gehoor gegeven aan de eerdere oproepen. Donaties zijn echter nog altijd erg welkom, kleine zowel als grote. Ga daarom naar hobbyscoop.nl. Ook kleine donaties zijn dus welkom, zoals ik zei. En doe dit in elk geval als je een geregeld gebruiker of zelfs een fan bent van de repeatersystemen. Ja, en in relatie tot de repeater is er nog meer nieuws. Ook dit jaar is er op 26 december om 12 uur 's middags weer een kerstronde op PI2NOS. Vorig jaar werd deze ronde voorgezeten door PDE en ALO, die dit jaar helaas om gezondheidsredenen moet laten afweten. Er is echter een waardige vervanger voor Berend gevonden. Iemand zo mogelijk nog spitsvondiger en in elk geval met zijn amateurhart ook op de juiste plaats in de persoon van Hans Pedernel AC. De kerstronde is volgens opnieuw hobbyscoop.nl een gezellige ronde waarin zendamateurs in de gelegenheid zijn om elkaar een kerstgroet te brengen. Dankzij de grote toeloop van afgelopen jaar en het ondertussen flink toegenomen bereik van de repeaters mogen we ons zonder twijfel ook dit jaar weer verheugen op een groot aantal inmelders. Meedoen is erg eenvoudig. Zorg ervoor dat je op tweede kerstdag om 12 uur QRV bent op PI2NOS. Daar zal Hans voldoende gelegenheid bieden om je in te melden. Natuurlijk kan het omwille van drukte soms enige tijd kosten om aan de beurt te komen, maar de gedachte achter de kerstronde is niet zozeer om zo snel mogelijk aan de beurt te zijn, maar op je gemak meeluisteren en je eigen liefst originele kerstgroet brengen aan de rest van de Nederlandse zendamateurs zodra de gelegenheid daar is. Natuurlijk zal Hans ook regelmatig echolingstations de ruimte geven om zich in te melden. Ja, nog één nagekomen bericht afgelopen weekend in het Engels was bij de Daily Minutes te horen dat het ISS QRV zou zijn met Slow Scan TV op 26 en 27 december. Dit is volgens southgatearc.org echter afgeblazen vanwege planningproblemen in het ISS. Halverwege januari wordt het opnieuw geprobeerd. Het betreft hier een jubileumuitzending om te vieren dat er al 15 jaar zonder onderbreking amateuractiviteit is vanuit het ISS. Ja, en er volgen nu drie stukjes in EX-chat zoals al aangekondigd.